What does Marcello's Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! <laughs> yeah. Just leave him. But where? I have to return some videotapes. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner Review. Uh, met mij, Oroon. En mij, Mirza. En vandaag bespreken we de nieuwe film van uh, Tom Cruise. Uh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Het uh, leuk. We hadden de eerste uh, recent. Is uitgekomen. Uh, althans, hij moet nog uitkomen. Volgens mij hebben wij de IMAX 4 première gekeken. Ja. Uh, het moment dat wij dit opnemen is er volgens mij ook een première voor uh, pers uh, in Nederland. En uh, morgen, wanneer die uitkomt, mm -hmm. dus uh, de woensdag, is die officieel in de bioscoop wereldwijd. Um, wij waren de, gelukkig een van de eerste. Wij waren een van de eerste, <laughs> uitverkorenen. <Hey> de <yeah. laughs> Mission Impossibles uh, <laughs> van de filmindustrie. <laughs> <laughs> um, nee, Merza. Um, wil je kort toelichten? Ik heb het volgens mij al twee keer gedaan. Uh, wil jij dat een keertje doen voor de verandering? Mission Impossible, ja, tuurlijk. Gaan we doen. <laughs> Nee, waar, ja, waar het gaat is het ja, nee. Het is misschien een possible. Ja. Nee, in het begin zien we een uh, soort van voorval Of ja, maken we kennis met uh, de, de, de vijand van uh, deze film eigenlijk. Ja. Uh, de etniniteit. Ja, etnicity uh, of zoiets. Ethnicity, is het ja. Uh, Etniteit of zoiets in het Nederlands. Ja, yeah, die via uh, digitale communicatie uh, dingen kan hacken en uh, manipuleren. Ja. Uh, nou ja, en daarna gaan we naar het stukje van... Uh, ja, hij moet... Uh, Katte, daarna gaan we naar het kat en, muisspel, kat en van, uh, ja. Ja, maar wie is daar de geschikte persoon voor? Om, uh, ja, om... Ja, nee, de eerste... Uh, ja, we zijn, we, we zijn wel heel erg uh, dingen nu. Moeten we echt uitkijken, want hij daar ja, is nog niet uit. Ja, daarom. Uh, daarom. Ik wil ook niet echt te veel vertellen. Het gaat om een sleutel. Het gaat om een sleutel. Uh, sleutel, of gesplitst in tweeën. Uh, het is eigenlijk uh, uit te zoeken um, maar, waar de sleutel is ja. en waarvoor de sleutel is. Um, maar wie is daar de ideale persoon voor om ja. die sleutel te vinden? ja. Ethan Hunt. Ja. A.K.A. Tom Cruise. Ja, we, maar we kunnen niet spoilen waar de sleutel voor is. Want het. Ja. Het, ja dat dus zo. Zover zijn we nog niet. Nee, precies. Maar dat is de part 2 uh, van de film. <laughs> Hehehe. Um, ja, we beginnen gelijk inderdaad met uh, heel veel actie. Um, nou. En uh, daarna. Ja, staat het verhaal eigenlijk. Uh, en dan kikt het muziekje in. <laughs> ja ik zei ja, daar ook al ja. uh, vol in de zaal staat hij aan dus ik denk de meest meest iconische uh, Intro? ja music ja uh, anthem van een ja. film ooit denk ik zeker je ja, hebt uh, natuurlijk de Godfathers en zo maar ja, dan, ja, ja, ja. maar ik denk ook van. dat iedereen weet zeg maar als je dat deuntje of dat die tonen... al weet je niet dat het van een film is je ja, kent het wel. Ja, je kent van. het wel juist, juist, ja 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 en, nee. uh, maar in ieder geval zeg maar qua ja, we hebben de film gisteren gekeken ja. en uh, we hebben natuurlijk met elkaar eerst gepraat van wat verwachten we van de film. Ja, ja we waren niet echt in de stemming een beetje. Ja, toch? Nee, ja, het is altijd wel leuk, Mission Impossible. Zeker. Uh, ik had de ratings al gelezen. Okay, het uh, ja. was best wel uh, goed, scoorde heel goed. Waarschijnlijk ja. uh, kwam hij op Rotten Tomatoes uh, hoogst binnen van Tom Cruise uit uh, de Mission Impossible series. Mm -hmm. uh, maar ik was een beetje moe. Awesome. En uh, dus ik keek niet heel erg naar uit om 2,5 uur. Want hij duurde 42 minuten ongeveer uh, ja. om in de zaal te zitten. Maar het verraste. Het verraste. Want jij was ook beetje, je zat er ook een beetje doorheen. Uh, ja, weet was je. was ook zondagavond, volgende dag weer vroeg op. Uh, ja, zeker. Kijk, we hebben, ja, weet je, we, we hebben talloze, uh, tot nu toe, films gereviewd. Dus ja. Van John Wick tot Indiana Jones en dat soort dingen. Ja. Actie dit, actie dat. En ik dacht, dit wordt weer zo'n eentje. Zo'n zo ja. zo simpele actiefilm. En dan, ja... Ik verwacht er niet echt heel veel van, laat ik het ja. zo zeggen. Dus ik ging er ook wel een beetje in van, ja, dit wordt toch niks. Uh, ja, je had me al verteld dat de ratings best wel goed waren, niet van. Dus, ik snap ook uh, wel dat je er niet zoveel van verwacht, vooral omdat je uh, ook verstiks en zo, er zijn tien deel van uitgekomen. <laughs> dat op een gegeven moment de dingen ja, klaar zijn. Precies. Je denkt op, ja, op een of andere manier, denk je van, dit, dit is dus de zevende deel. Ja, maar hoe, hoe ver wil je nog uitmelken? Ja. Dus laat ik het zo zeggen? Maar ze blijven wel innoveren in de zin van de stunts worden steeds extremer. Uh, want voor de trailer, voordat de film uitkomt, <laughs> dat is ook wat jij zei. Jij zei volgens mij is de trailer uh, vaker uh, beter ja. dan de film zelf. <laughs> uh, maar de stunts, uh, ze blijven innoveren. Want ook in de, in de trailer, uh, of in behind the scenes, uh, mm -hmm. is al duidelijk gemaakt. Uh, sowieso is al bekend dat Tom Cruise heel veel uh, stunts zelf doet. Maar ja. hier bijvoorbeeld zag je dan uh, dat hij met uh, zijn bike uh, zeven keer van de cliff sprong. Ja. Uh, en zo net keek ik ook nog naar een nieuwe Studio Binder video van uh, Behind the Scenes van Mission Impossible. Uh, da, da, daar legt hij pas echt uit hoeveel moeite er in dat ene shot zit. Um, in de zin van al blaast een stuk, een beetje wind, tegen wind of wat dan ook. Mm. Kan hem al de verkeerde richting inblazen. Maar ja, hij zit ook niet vast aan het touwtje. Hè? nee hij moet uh, zijn parachute openknallen ja, en als je tegen een berg of zoiets aanvliegt ja dan kan je parachute wel openen maar ja. <laughs> dan ben je ver van huis nee dat die ene scène heb ik uh, ja, ik heb het gezien op TikTok laat ik zo zeggen ja. en uh, hij is wel zelfkritisch dat vind ik wel mooi Zee? ja dat ik ook. zeg maar hij had uh, ja hij deed een uh, poging ja en dan zei hij nou ik moet toch uh, misschien een halve seconde eerder springen of ja. zo weet je hij is wel echt zelfkritisch dat vind ik wel mooi ja bij Rogue Nation ook uh, volgens mij ja volgens mij was de Rogue Nation sprong die ook een paar keer uit een vliegtuig en dan is het een bepaalde techniek wat er wordt gebruikt uh, door militairen mm -hmm. om onder uh, de raider te blijven okay, um, yeah, dan yeah. ga je hem pas echt uh, naar beide grond ga je hem pas opentrekken. Yeah. en daarvoor heeft hij echt ach, 200 keer of zoiets keer gesprongen om dat te oefenen <laughs> ja, en heetje. dan vervolgens is het tijd om te filmen yeah. um, Halo Jump heette dat volgens mij mm. um, dan is het in één keer tijd om uh, te filmen en dan filmen ze en dan ja, na tien keer zegt hij nog steeds van: Ik denk niet dat dit het is, man. Uh, <laughs> laten we nog een keertje proberen. Maar de regisseur zegt op een gegeven moment: Ja, ik denk dat we hem wel hebben, weet je wel. Ja. Maar dit is best wel een, een gevaarlijke sprong. En het kost veel tijd, het kost veel geld. Dat je dan op een gegeven moment met, met een medium goede kwaliteit zegt van oké, okay, hier redden we ons wel mee. Ja. Maar voor jou moet het perfect zijn, dus dan springt hij gewoon de elfde keer uit het vliegtuig. Ja. Maar hij is zelf ook volgens mij uh, ervaren, ja, als een vliegtuig springer, toch? Um, of ja, ja dus, dat soort uh, van dingen heeft hij toch gehaald, van die uh, diploma's en weet ik veel wat. Ja, dat nu inmiddels wel. Hij heeft ook een ja. vliegprofet, volgens mij. Uh, ja. ja, heeft hij sowieso niet, volgens mij. Uh, Topgun. Ja. Uh, meeste sanders met uh, straaljagers en zo, daar zit hij ook gewoon echt zelf erin. Ook bij, uh, was hij bij James Corden voor promo van Top Gun. Ja. Uh, gingen ze samen met hem, gingen ze in de F-30 uh, volgens mij, gingen ze rondjes <laughs> vliegen. <laughs> gewoon heel casual, alsof het niks is. Nee, ja, maar ik denk ook dat nee, hij maakt gewoon uh, optimaal misbruik ervan. Uh, hij zegt van, ja. Uh, ja, weet je wat, ik wilde altijd al parachute leren springen, <laughs> gewoon op de kosten van productie <laughs> uh, even een paar ah, een keer te de vliegtuig springen. En dan, ik wilde altijd al vl leren vliegen, weet je wel, op kosten van productie, uh, vliegcursussen, vlieglessen. Ja. <laughs> op die manier. Hé <laughs> hey, aan Rome. Wat, Rome. Uh, wat wil je ook Rome zeggen? <laughs> ja, Rome is uh, ja, dit Ro seizoen echt hot, man. Gewoon echt. Rome heeft echt voortdurend van de Amerikanen. Ja. Hè? Uh, dus, eerst had je Fast X. Uh, wat, uh, wat was er daarna nou nog, nog eentje? Of was dat heel kort of zoiets? Was er nog een film, dacht ik, meende ik. Um, volgens mij hebben die ook gereviewd. Weet ik even niet meer. Maar in ieder nee, geval, nee. Uh, toen had je de, de, de uh, vandalist die uh, de Colosseum beklapte mm. uh, Met uh, ja. i-hartje nog wat. Ja uh, klopt. Maar die heeft ze aangeboden. Dat is helemaal, helemaal oké. Okay oh, dan was het helemaal goed op. Oh, <laughs> ja, en nu uh, wordt de stad weer op zijn kop gezet door, uh, ja, door Mission Impossible. Uh, ja. Dus uh, vaak uh, in Rome beland. Uh, ja. En dan later en nog eens in niet, Venetië. Uh, ja, en ik snap niet dat er kritiek op, dat er helemaal geen kritiek op is, want. Uh, Destijds toen Feyenoord supporters Rome <laughs> kapot <laughs> maakten, was er wel zo'n <laughs> kritiek op. <laughs> uh, Hollywood heeft ook net als Feyenoord een uh, potje uh, geopend voor uh, vandalisme, ja, van van ja. weet je wel. <laughs> <Kom op laughs> maar wel zelfs de staircase en zo, waar de, de grote bal naar beneden rolde van uh, dingen. Nee, Daar uh, ja, komen ja. ze nu met zo'n uh, megatruck komen ze naar beneden gescheurd. Ja. Um, ja, maar dat is volgens mij zo bekend, dus, weet je, die Spaanse trap? die volgens mij Italiaanse of Spaanse? Nee, volgens mij het Spaanse. Echt ja? Een ja. oh, <laughs> beetje mindfucker is ja. het. Uh... Ja, en uh, Italië. Uh, dame was een pickpocketer. Uh, <laughs> <laughs> Gaan we weer terug naar TikTok? Nee, <laughs> nee, nee. <Atenzione>. Attention, pickpocket. <laughs> ja, dat was wel grappig, want ze zaten op vliegveld in Dubai en dan. Je zult zo'n pickpocket bij mensen. Ja. En pickpocket terug. En dan <laughs> kijken naar welke vliegtuigstappen ze in. Dan gaan ze ook nog toevallig naar Rome en uh, naar Venetië. <laughs> nou, je zult de filmpjes wel zien op, uh, <laughs> op TikTok. Of was het een marketingstunt. <laughs> dat zou ook kunnen. Nee, dat denk ik nee, niet. Nee, 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 nee maar nee. dat zou toch groot zijn, jongen. Attention en pickpocket. Kijk nu naar pas Impossible zeven. <laughs> nee, maar Rome heeft veel te verduren gehad de afgelopen tijd. Ja. Uh, zo ook hier. Uh, maar het is wel gewoon prachtig stad. Om, maar zouden uh, ze er geld voor krijgen, denk je? Als stad zijnde? Mm, ik denk dat er wel een bepaalde ja, vergoeding uh, aan zit. Ik denk het ook, want ik neem uh, aan want je moet wel de hele stad uh, op een gegeven moment afsluiten, hè? Ja, dat wel. Ik weet niet of er per se uh, vergoeding aan zit of dat ze voor de kosten moeten opdraaien van bepaalde Dat dingen. zou kunnen, ja. Ik denk dat ze voor de kosten ja. moeten opdraaien voor uh, beveiliging en afzetten ja, en dat soort dingen. Juist. Ja. Um, dus ja, ik denk niet per se dat de stad zelf de geld op verdient. Want ze hebben uh, volgens mij uh, met die ene achtervolging scène, Hebben ze volgens mij heel Rome. Uh, dus, uh, <laughs> gewoon elke steegje. <laughs> de scooters. Ja, wie ken ook. die scooters? Ja. <laughs> <laughs> ik dacht op een echt? gegeven moment. Dit moeten ze ook in Amsterdam doen. Ja, die Felix scooters. -scooters. <laughs> Omtrappen, omrammen. Hij <laughs> <laughs> ja, ah, zei ook op een gegeven moment. Die fucking scooters. of zo, ja, 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 klopt. <laughs> Nee, echt <ja>, goud, jongen. <laughs> hey, uh, ja, wat hebben we nog meer gezien? Uh, de comedy-aspecten in het film. Uh, was wel echt. Uh, ja. Uh, prima gedoseerd. Zeker. Uh, maar ik vond alles wel een beetje uh, goed gedoseerd. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik ga niet films vergelijken, maar... Uh, ja, je weet dat ik ben in slaap gevallen tijdens John Wick. Gewoon met actiescènes. Die, die duurde en die duurde lang. En dit maar, moet echt gewoon in Guinness World Record. Uh. Ja, ja. <laughs> maar dit was gewoon... Qua actie was het ook gewoon goed gedoseerd. Het was niet te veel, het was niet te weinig. Ja, we hadden het achteraf gewoon piek en dalen. Uh, we ja. hebben alleen maar piek. Ja, ja en... op een gegeven moment gaat het wel af, maar dan ga je niet echt een dal in of zo. Dan is het gewoon een rechte lijn en dan piek je weer. Precies, ja. Uh, het, uh, continu zeg maar, je houdt je interesse interessedeelte erbij. The perfect amount uh, was ja, het altijd. Dat tijd, het, ja. was het, ja. Ik heb 2 uur en veertig minuten echt uh, ben ik prima doorheen gekomen. Ik heb uh, geen enkel moment gehad dat ik van dacht uh, van. Uh, vooral omdat ik moe was. Uh, maar ik heb geen enkel moment gehad uh, dat ik dacht van... Uh, 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 ja, ja zeker. Ophouden. Nee, het zat echt uh, bomvol actie. Um, misschien ook omdat we weten wat de backstory is um, van, uh, van Mission Impossible. Dat er stunts en zo allemaal echt wordt ja, gedaan. Ja, precies. Dat misschien ook de aandacht trekt ja. voor ons. Um, wat was uh, slecht? Slecht? Um, mm, ja, wat ik misschien niet begreep. Maar ja, dan, ik, ja ik, ik heb wel, uh, zeg maar... Vorige Mission pas losgekeken, gekeken, ja. maar ik herinner me niet zo echt heel veel meer. Bijvoorbeeld de eerste paar delen was ik echt klein. Ja, <laughs> uh, ja. hij zag ook volgens mij iemand heel een soort van. Je kreeg van die flashbacks. Flashbacks. Ja. Ik wist niet waar het over ging. Of ja, uh, refereerde dat misschien naar, naar eerdere delen. Ja, of, ja, ja maar ik maar herinner me dat meer. Misschien was het handig geweest om alle zes. Uh, dat ik. In ieder uh, even alle zes uh, eerst kijken. Voordat ja, we even in dat zou misschien kunnen, ja. ja. zeker Misschien handig voor de uh, luisteraars. Ja, ja, die ze ja, nog ja, naar de ja. film gaan. Nee, inderdaad uh, Heb uh, jij nog slechte punten gezien? Nou, ik, heb, ja, ik weet niet of het een slechte punt kan zijn. Een kritisch puntje kan. Uh, nou, ja, nee, het is ook niet echt kritisch. Nee. Ik vond wel in de film... Uh, op een gegeven moment zie je... Uh, hoe heet ze nou? Met uh, blauwe ogen... Uh, oh, uh, Alana. Alana, zo. Alana is, ja, yeah, de White Widow. Ja, yeah, de White Widow, yeah, inderdaad. Yeah, yeah. Um, nou, de, de, de swap-trucje met het uh, face mask en zo, yeah. dat uh, werd uh, gedaan. Uh, maar je zag duidelijk dat zij dat niet was, want ze had op een gegeven moment bruine ogen. Maar ik denk yeah. dat dat voor de kijkers is gedaan om uh, te beseffen wie is wie. Anders wekt het verwarring op, misschien. Ja. Mm, yeah. Maar je kan ook zeggen van ja, ja, althans, het is ook wel gedaan. Het leuke wisseltrucje. Mm. Uh, want dat. Voor de, terwijl ze nog aan het uitleggen waren, zitten ze in een keer in de trein en denken van, dit gebeurt echt. En dan gaan ze in een keer weer terug naar de, de, naar de, de setup uh, in, de, in een ja. oud-verlaten hotelkamer. Het is niet per se kritisch. Uh, ik snap het wel. Uh, dom van de, van de, van de spelers, zou ik het zo zeggen. Zie je niet dat ze een bruine ogen heeft. Ze hadden best wel <laughs> gekleurde lens in kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja, dan had ze de blauwe Dan was het gat. opgelost. Nee, ja, maar ja, precies. ze hadden niet door. Dus, nee. uh, dus dat. Um, ja, verwacht veel van uh, Dead Reckoning uh, Part 2. Uh, ja, nog veel ook, uh, ja zeker ook ook het einde. Ja, ik ga niet alles verklappen natuurlijk, maar uh, het houdt je wel bezig. Het, het houdt je bezig. Het, ja, het houdt je bezig van. Ik ben nu echt zo zeker benieuwd naar het tweede deel. Um, goede uh, plot twist, verrassingselementen. Zeker, zeker. Um, goede Dutch angles. <laughs> Heel veel Dutch angles. Ja, maar wel goed uitgevoerd hè, de Dutch angle. Uh, Even kijken, ja, wat heb ik nog meer slechte punten? Ik heb volgens mij helemaal niet, uh, niet zo heel veel slechte punten. Ik denk dat dat uh, alles is uh, wat ik uh, heb uh, aan te merken over de film. Ja. Um, is er nog iets wat jij wil bespreken? Want anders wordt het echt een korte aflevering. Ja, het ja, is maar we, echt een topfilm. Het is gewoon echt, ja. ja we moeten ook uh, voorzichtig zijn. We kunnen niet te veel weggeven. Dat uh. is het eigenlijk. Anders konden we misschien dieper in scènes uh, ingaan. Maar dan denk ik van, ja. Ja. Uh, ja, ook misschien een scène die ik ook wel leuk vond in de discotheek. Waar ze... Uh, Waar, ze, waar de overdracht zou plaatsvinden van uh, de sleutel. De sleutel, ja. Ja, ook van, zeg maar in die scène. Maar we ja, moeten wel weer uitkijken wat je zegt, niet hè? <laughs> ja, daarom. Ja, weet je, ik ga er verder niet over. in. <laughs> nee, maar we kunnen wel zeggen, ja. um, goed gedaan ja. uh, in die scène. Want uh, we hadden het er kort even over in de auto. Um, nou, er is heel goed verwarring uh, is gecreëerd. Ja. En Dat uh, is gedaan door middel van uh, camera van verplaatsen. Terwijl je ja. dezelfde persoon filmt. Dus Just. als het ware, jouw film nu van hier en daarna daar en daarna daar. Waardoor je even gedisoriënteerd raakt wie waar zit. Uh, en dan creëer je chaos in de, in de, in de, in de room ja. op zijn Engels. <laughs> dus uh, dus dat, dat is goed gedaan. Um, maar wat, wat, wat denk je? Wat, ja, we kunnen nu een beetje speculeren toch? Van wat, 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 part 2. Um, denk je dat hij even goed gaat worden? Uh, ik weet wel dat uh, uh, dingen, oh. Tom Cruise niet dood doodgaat. Okay. Want Tom Cruise uh, had laatst nog gezegd: uh, ik wil uh, Mission Impossible Postman maken tot mijn tachtigste. Echt? Ja, oh, ah, misschien was, oh. haakte aan, hij uh, aan Harrison Ford. Harrison Ford, uh, juist. ja. Nee, maar yeah. hij, hij zei dat in ieder geval. Dus hij kan niet dood. Mm. Uh, tenzij hij dan weer zo'n af doet. Uh, en dan blijkt hij dat niet te zijn. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik hey, denk hey, dat maar, er weer heel veel gaat gebeuren, man in Part two Want ik denk dat dit toch pas het begin is van het verhaal. Uh, yeah. Ja, ik weet wel waar ik bang voor ben. Uh, dat, dat, dat het eerste deel zo goed was dat je dan gewoon te enthousiast bent. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dan voor het tweede deel. Dat je denkt van ja, dat kan je alleen maar teleurstellen. Um, je kan ook zeggen van we gaan leren van onze fouten in deel 1. Maar er zijn niet zo heel veel dingen man. Deel 1 was gewoon echt goed. Ja. Ja. Deel 1 was echt goed. En ik, ben, ik heb mezelf verrast ook uh, met wat voor score ik het heb gegeven. Um, willen we naar conclusie en rating? Uh, ja, kan. Ja, uh, conclusie. Super goede film. Uh, wie dit luistert of wie dit <laughs> kijkt. Je moet een zeker checken. Ja. <laughs> 100%. <laughs> Ik denk dat het voor een heel grote doelgroep aanspreekt. Uh, omdat uh, ja, een grote doelgroep nou gewoon eenmaal van uh, stunts en acties houdt, actie houdt. Um... Nee, maar het is ook. Um, ja, klopt. Dat, dat, dat klopt wat je zegt. Uh, maar het is ook. Uh, iedereen kent het. En ook omdat het door zo lange franchise is, zeg maar, vanaf deel 1. Ja. Ook de oudere generatie kent het. Zeker. Er zat eh, een zaal vol met ouderen. vol met bijna. Ja. Die, ja, die hun kinderen meenamen. Waarschijnlijk zagen die kinderen voor het eerst Tom Cruise, weet ja. je wel? We zagen nog een kind uh, halverwege dammen op uh, Easy Mode. Ja. <laughs> uh, nou, kind kan er was doen. Ja. Um, nee, maar zoals ik zeg, het is echt een film vol met actie. Ik denk dat het uh, voor iedereen wel aantrekkelijk is om naar te kijken. Ja. Uh, het is Tom Cruise. Dat is altijd goed. Het is Tom Cruise. En, uh... <laughs> stunts nee. zijn, uh, als je nu de backstory weet, hè, wat we hebben verteld uh, met alle stunts, dat de stunts ook echt zijn. Um, dan is, wordt de film alleen nog maar beter. Ja. Um, je hoeft niet per se de oudere delen te kijken. Um, je gaat gewoon een paar dingen missen. Maar dit is een totaal nieuw verhaal weer. Ja, um, okay, klopt. Ja, 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 je ja. weet niet wie Ethan is en waar hij vandaan komt. Uh, maar dat wordt ook wel weer uitgelegd uh, wanneer ze er nieuwe mensen uh, Jeus, uh, ja. werven. Ja. Kan ik het zo noemen? Ja, dan kun je het noemen, ja. Randstad. Als, uh, uh, <laughs> <laughs> als Randstad. Uh, nee, wat ik, verder, ja, wat ik wil zeggen, uh, Tom Cruise. Uh, hij stelt uh, totaal niet teleur. Um, nee, uh, dan ging uh, mijn telefoon even af. Oh. <laughs> nee, dus... Uh, als rating geef het een, uh, een 4,5. 4,5? Ja. Um, ja. Nou, ik had ook 4,5 staan. Ja? <laughs> ja. Um, ja, gewoon een tof film. Um, niet de beste wat ik ooit heb gezien. Nee, um, daarom is het ook geen 5 voor mij, weet je? Ja. Het is niet echt de beste, beste beste, maar wel echt goed <laughs> ja, gewoon tegen het randje aan, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. <laughs> um, nou ja, 4,5, uh, 4,5. Dat ja. is 4,5 uh, sterren voor uh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Um, part 2. Weet je al nee, die uitkomt, denk je? Volgend jaar uh, toch? Ik kan even snel spieken hier. Ik zag ergens juni 2024. Ja, dat dacht kan ik. Ik, ik meen ook 2024. Um, 2024. Ja. En dat staat er uh, alleen bij uh, voor nu. Um, nou, Dan kijken we zeker naar uit man. Ja, moet wel haalbaar zijn. Uh, <laughs> het is pas uh, mid 2023. Als je in december 2024 uitkomt, dan heb je een uh, anderhalf jaar voor gehad. <laughs> uh, dames en heren, uh, wij geven Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 4,5 uh, sterren. Yes. Um, heb je een request voor een film? Laat vooral weten via ons DM. Het uh, de videocorner op Instagram. Add de op TikTok voor leuke filmpjes. Um, volg ons op YouTube. De um, videocorner ook op Apple Podcasts en Spotify te beluisteren. Uh, abonneer. Uh, geef ons een rating. Uh, like ons op YouTube, uh, laat een comment achter, um, ja. deel de podcast met je vrienden, vrienden, kennis en familie. Ja, uh, daar helpt <laughs> ons enorm mee. Mensen, uh, jij hebt bedankt voor je aanwezigheid. Yes, jij ook bedankt. Uh, Tom, Tom Cruise wordt een... bedankt voor de film. Ja, en voor de mooie stunts die we hebben voor gezien. Voor de mooie stunts. Uh, luisteraars <laughs> worden bedankt voor het luisteren yes. en of kijken. Uh, tot de volgende keer. Yes, bye bye. joe. <muziek> Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Wil dan naar adverterenpack